De boomhut op een eilandje tussen twee sloten aan de Karstenjongweg in Heerenveen houdt de gemoederen in de buurt stevig bezig. In anderhalf jaar tijd is de boomhut uitgebouwd tot een boombungalow op het eiland dat bereikbaar is door een brug die 's avonds wordt weggehaald. Er waren voor- en tegenstanders van de boomhut. De tegenstanders hebben met de wet in de hand gewonnen. De voorstanders, waaronder natuurlijk de hutbouwers, begrijpen het probleem niet, want er gelden strikte regels om overlast te voorkomen. De jeugdige bouwers werden door de burgemeester uitgenodigd en zij kregen de opdracht om hun bouwwerk af te breken. De sloop begon donderdag. Nou, wij hebben hier deze hut. Wij zijn hem nu weer aan het afbreken. Helaas hebben we een paar klagers aan de overkant. Nou, de burgemeester liet ons geen keuze, de hut moet weg. Nou, het is jammer dat die weg moet en we zijn nu nog even bezig om het af te maken. Donderdagavond gebeurde waarop je kon wachten. Het sloopafval stond plotseling in brand. De brandweer was snel op de Karstenjongweg. Het vuur was snel gedoofd. Hoe die brand is ontstaan, de oorzaak is nog niet bekend.